Het cruiseschip MS Corinthian deed woensdag de haven van Harlingen aan. Het is de eerste keer dat het 88 meter lange schip van rederij Noble Caledonia in de Friese zeehaven aanmeerde. De kapitein van het schip kreeg namens de gemeente een welkomstplaquette uitgereikt. Het Luxury Expedition Ship is vanuit Kopenhagen via Hamburg naar Harlingen gevaren. Aan boord zijn ongeveer 100 gasten en 67 bemanningsleden die zich onderweg niet hoeven te vervelen. Het schip heeft onder andere een bibliotheek, een schoonheidssalon, lounges, een fitnessruimte, een zwembad en een restaurant aan boord.